weg aan het eind van het seizoen. Trainer Jan Schulting van de BV Veendam. Het hing al een tijdje in de lucht. Gisteravond gaf de club uitsluitsel. Schulting is zelf niet in het bezit van de hoogste trainerspapieren. En hij functioneerde bij de gratie van directeur Henk Nienhuis, die wel dat diploma heeft. Ondanks de successen van Schulting bij Veendam was dat niet langer werkbaar. Aan het eind van dit seizoen heeft Schulting er 3 jaar op zitten bij Veendam. Maar de situatie was niet langer houdbaar, omdat Schulting werkt op de papieren van Nienhuis. Veendam is zelfs gecontroleerd op de aanwezigheid van de directeur op het trainingsveld. Ja, ik dacht eerst dat ze kwamen voor de oefenstof, maar het bleek dat ze kwamen kijken hoe wij hier functioneren bij Veendam. Dat zijn Jan Reker geweest in eerste instantie. Dat zal nu een week of 5 geleden geweest zijn. En 3 weken geleden is de heer Theo Verlangen heeft acte de présence gegeven. Is dat allemaal op schrift gesteld, wat ze geconstateerd hebben bij de BV Veendam, dat jij leiding gaf aan de training en dat Henk Nienhuis niet door het veld te bekennen was? Ja, een en ander is wel als zodanig schriftelijk bevestigd. En aan de hand van die constateringen heeft ook de KNVB gemeend de tuchtcommissie aan het werk te zetten. Henk Nienhuis, Jan Reker en Theo Verlangen in de bosjes. Wist jij dat? Ja, eigenlijk moet je erom lachen, maar het is ten opzichte van Jan Schulting diep en diep triest. Daar word ik nou echt verdrietig van. Ik ben niet vaak verdrietig, maar als ik zulke dingen meemaak, dan denk ik, die mensen verlagen zich tot een niveau waarvan ik zeg, betaalt voetbal onwaardig. Henk, ik kan me niet voorstellen dat je niet even de telefoon hebt gepakt en even een telefoontje hebt gepleegd naar Reker en naar Verlangen. Nou, ik heb het overwogen. Kan ik me niet voorstellen. Ik heb overwogen om Theo Verlangen te bellen. En om nog even te refereren aan de hele goede periode, hè, toen was het Theo de topper bij FC Groningen, toen had hij ook een assistent. En nog even te refereren aan al die successen die er daarna zijn geweest. En dan zich te verlagen om met een golfpad hier op hier even te komen controleren of Henk Nienhuis wel op het veld staat. En dan ook nog even, had ik ook nog even willen refereren aan de situatie zoals die BV Veendam hier heeft achtergelaten. Want daar heb ik nooit een mond over open gedaan. Maar bijna had ik me laten verleiden tot. Maar gelukkig, ik heb mijn tong nog even op het juiste moment weten in te slikken. Schulting en het bestuur hebben nog wel gezocht naar een andere functie. Met een mogelijke nieuwbouw van een stadion in het achterhoofd had Schulting wel een suggestie voor handen over een herverdeling van taken met Nienhuis. Ja, als hij dan bouwdirecteur wordt, dan zou ik misschien technisch directeur kunnen worden. Nou, dat is ook iets wat wij wel in een aantal gesprekken ook geprobeerd hebben om dat elkaar te ontfutselen. En ja, dan merk je dus dat gewoon in die gesprekken veel te veel moeite kost. Dat gaat niet makkelijk genoeg. En dan ben ik ook niet de persoon om dat verder uit te spelen. En ik denk dat een bestuur dan ook maar 1 ding kan doen. En ook duidelijkheid geven dat op dit moment gewoon niet in vraag is. De BV Veendam moet dus op zoek naar een nieuwe oefenmeester met het hoogste diploma. Jan Schulting moet op zoek naar een nieuwe baan. Het liefst blijft hij actief in het betaalde voetbal. Misschien ergens als assistent trainer voorlopig.